Goedendag, dames en heren, beste kijkers. De provinciale overheid heeft middels haar organisatie de bodemzorg aan de gemeente Landgraaf een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het voormalig stort in Abdissebos. De gemeente heeft daar gunstig op gereageerd met uiteraard dus een aantal voorwaarden. Die van de hoed en de rand weet is onze wethouder Freed Jansen. Hoi. Wethouder, hartelijk welkom in onze uitzending. Ja. Wethouder, er wordt veel aandacht besteed aan natuur en fauna en flora. Kunt u in grote lijnen schilderen wat dat precies inhoudt? Ja, toen wij werden benaderd door Bodemzorg om een zonnepanelenpark op te richten op de voormalige stortplaats. Toen waren we natuurlijk heel erg enthousiast. Maar zoals bij al dit soort initiatieven is het vooral zaak ook de directe omgeving enthousiast te krijgen. Mm-hmm. Dus we hebben bij de eerste startbijeenkomst hebben we meteen aan het einde van de avond een meedenkgroep weten te organiseren. Bewoners uit de directe omgeving van het toekomstige zonnepark. En hebben hun gevraagd, wat vinden jullie nu belangrijk? Zeg maar bewijzen van draagvlak om daar te hebben. En toen is een landschapsplan bedacht, samen met IKL, neem ik aan. Ja. Ja. En een paar mensen die daar ook echt verstand van hebben. Bodemzorg doneert daar geld voor. En daar ontstaat een heel mooi stukje natuur. En het ziet er straks beter uit als dat het ooit uitgezien heeft qua natuur. Ja. Dus daar mag Abdissebos straks met recht heel erg trots op zijn. Ja. Zeg, wethouder, blijft de gemeente Landgraaf eigenaar van de grond? Nee, we zijn nu ook geen eigenaar. Hè. Eigendom is destijds, hè, toen de gemeente de nazorg, zoals ze dat dan zo deftig noemen, van de stortplaats, mm-hmm, hebben overgedaan aan wat nu Bodemzorg heet, hebben ze ook het eigendom van het perceel overgedragen aan Bodemzorg. Ja, misschien is het een goede zaak, wethouder, om er even toe te lichten wat Bodemzorg eigenlijk inhoudt en hoe het is ontstaan. Ja, Bodemzorg is een bedrijf, we noemden dat vroeger de nazorg van voormalige stortplaatsen. U kunt zich voorstellen, er zit heel veel troep in die grond, daar komen bijvoorbeeld nog gassen vrij. Ja. En toen hebben de Limburgse gemeenten een bedrijf opgericht, dat noemden ze toen nazorg inmiddels Bodemzorg. En ze hebben dat bedrijf belast met de nazorg van die stortplaatsen. Ja. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan dat bedrijf verantwoordelijk is, dat er verder niks ontsnapt en wat er ontsnapt, dat in goede banen wordt geleid. Maar ook dat er een goede afdeklaag is over die voormalige stortplaats. Ja. Zeg, op welke wijze blijft de gemeente Landgraaf betrokken bij dit project, ook een stukje in de toekomst? Nou ja, dit zonnepark, en daar zijn we heel erg trots op, draagt bij aan de doelstellingen die we uiteindelijk met z'n allen willen halen. Ja. We blijven betrokken in de zin van, ja, Bodemzorg is ons bedrijf, daar zit die betrokkenheid. Maar we willen ook graag dit initiatief gebruiken als aanjager voor mogelijke andere initiatieven nog in de gemeente Landgraaf. Ja. Ik weet uit documentatie dat het totale project is 42 hectare, heb ik begrepen. Hè? Er wordt dus 12 hectare ingevuld door dat zonnepark. Ja. De resterende 30 hectare die wordt min of meer als park ingericht. Mm-hmm. Wordt aan de bestaande infrastructuur met betrekking dus tot de toegangswegen, wordt daar ook nog aan gedacht of aan gewerkt? Ja, dat maakt integraal deel uit van die herinrichting. Mm-hmm. En wat we heel erg belangrijk, of wat de meedenkgroep heel erg belangrijk heeft gevonden, en ik kan dat alleen maar van harte ondersteunen en onderstrepen, is dat ze ook paden aanleggen, zodat het ook bewandelbaar wordt en toegankelijk is voor mensen met een beperking, maar ook mensen met een rollator, met een kinderwagen. Dus ook zij moeten kunnen genieten van de omgeving daar. Ja, ja, ik bedoel specifiek met betrekking dus tot de toegangswegen en de parkeerbehoeften die daar mogelijk zal ontstaan als het al. Ja, daar ligt nu al een parkeerplaats, hè, dus daar kun je gewoon terecht en via de bekende tourniquettenpoortjes kom je in het gebied. Ja, zeg, u heeft het heel even aangehaald met betrekking tot die betrokkenheid van de bewoners. Mm-hmm.
zijn de bewoners ook nog betrokken bij het realiseren en het in stand houden van het project? Via die meedenkgroep. Mm-hmm. Straks wordt ook gebruik gemaakt van de vrijwilligers uit de gemeenschap Abdisse Bos bij de herinrichting, plantjes geplant moeten worden. Ja, daar hebben ze hulp bij nodig en die komt vooral uit Abdisse Bos. Ja. En dat is, als ik dat goed begrijp, is de compensatie die is toegezegd door die meedenkgroep aan de bewoners. Heb ik dat... Eigenlijk namens de bewoners. Hè. De compensatie is toegezegd door Bodemzorg. Mm-hmm. Was ook een voorwaarde van de gemeenteraad. Die zeggen van het college, u heeft groen licht. U mag met initiatiefnemers aan tafel, maar wij hebben een kader. We noemen dat een regionaal afwegingskader. En u moet dat wethouder toetsen aan de plannen die bij u worden ingediend. En een van de voorwaarden is draagvlak. Ja. Een ander punt wat speelt is, ik heb me zo links en rechts een klein beetje georiënteerd. En er zijn toch vragen opgesteld door de bewoners, de onmiddellijke bewoners in de nabijheid, of er mogelijk in de toekomst ook windmolens geplaatst zullen worden. Mm-hmm, mm-hmm. Is daar over nagedacht of is dat de bedoeling, TZT? Ja, zeker. En dat is ook geen geheim meer. Hè. We hebben altijd gezegd dat we als landgraaf, en wij pretenderen als het gaat over duurzaamheid, een van de koplopers te zijn in Parkstad. Mm-hmm. De snelste weg naar het behalen van de doelstellingen om klimaatneutraal te worden, gaat via windenergie. En het is, zoals ik al zei, geen geheim dat deze locatie ook, wat we noemen, behoort tot de zoekrichtingen als mogelijke locatie voor windmolens. Ja. En dat hebben we op dit moment in onderzoek, of het kan, hè, want we hebben ook te maken met een vliegveld wat daarnaast ligt. En daar moeten we rekening mee houden. We hebben nu een onderzoek of de windmolens die daar gepland worden, een stuk of 3, 4, of dat niet te verstorend werkt voor het vliegverkeer. Okay. Ja. Kijk, die heeft NAVO toch nog invloed op de esthetica. Ja, ja. Hè? Ja. Zeg, het is mij bekend, met name in Zoetermeer is een biotechnische centrale opgestart. En er zijn ook toezeggingen gedaan naar de bewoners, dat er op een bepaald moment dus goedkoper stroom zou kunnen geleverd worden, mm-hmm, aan de bewoners. Mm-hmm. Nu blijkt achteraf dus dat alles naar de industrie gaat. Okay. Hoe zijn de kaarten hier geschud? Ja, het Bodemzorg als eigenaar van de zonnepanelen levert aan een elektriciteitsbedrijf, dat is groene stroom. Ja, wat dat elektriciteitsbedrijf dan verder aan verkoopt, daar gaan wij niet over als gemeente. Nee. We zijn hartstikke blij met het feit dat we in de gelegenheid worden gesteld, hè, via Bodemzorg, via dit initiatief, dat er een landgraaf groene energie wordt opgewekt door een hele grote zonneweide. Daar zijn we vooral trots op. Ja. En waar dat dan uiteindelijk terechtkomt, het is in ieder geval groene stroom. Ja. En dat is belangrijk. Nee, oké. Wethouder, mag ik u vriendelijk bedanken, hartelijk bedanken voor dit voor in ieder geval verhelderende interview. Dames en heren, we sluiten deze uitzending. Er komen er beslist nog meer. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.